Vandaag gaan we de allerlekkerste gyros op de barbecue maken. En dat doe je zonder grillspit. Hoi, ik ben Dennis, dit is Noskos Barbecue. En vanuit mijn achtertuin laat ik zien hoe ik jij beter kunt barbecuen. Als je me volgt op social media, en waarom doe ik dat eigenlijk nog niet? Ik ben voornamelijk actief op Instagram. Dan heb je hem al lang zien komen, Noskos the Greek. Mijn nieuwe kruidenmix, een Griekse kruidenmix. En die doet het heel erg goed op gyros, souvlaki en op andere dingetjes die in de loop der tijd nog wel langs zullen komen hier zo. Vandaag gaan we kijken naar gyros en een lekkere gyros op de barbecue maak je naar mijn mening het beste zonder grillspit. Ik weet dat er nu een heleboel mensen gaan stijgen, maar ja, een grillspit dat maakt het extra lekker. Ja, dat buitenkant gaat hartstikke goed totdat je bij die vleespennen komt en dan kan je hem niet verder afsnijden. Moet je maar eens opletten, iedereen die daar foto's van maakt en zo, doet het van de buitenkant. Maar dat binnenstuk, dan zitten die vleespennen in de weg waar je je vlees mee vastzet. Je zou ze om kunnen draaien, maar ja, dan heb je maar een heel klein stukje voor je vlees. Dan zitten die pennen weer in de weg. En als je het gewoon op het rooster doet, dan heb je veel meer oppervlakte. Veel meer van die bruine korst die zo lekker is aan het vlees. En maak je dus naar mijn mening een lekkere gyros. Hoe je dat dan precies doet, dat ga ik je vandaag laten zien. We gaan er ook nog een lekkere tzatziki zelf bij maken. En laten we aan de slag gaan en de keuken induiken. Voor onze gyros vandaag gebruiken we een stukje procureur. Ik heb liever genomen. Kom bij Beef & Steak vandaan. Dat was Limburgs kloostervarken. Ik heb er al eens een stukje over geschreven. Ik ben daar een keer op bezoek geweest. Die varkens mogen vrij rondscharrelen. Dat vlees heeft een hele mooie dooradering, vetdooradering. Dat geeft extra smaak en dat maakt je vlees lekker sappig. Vette stukken vlees, dus een gewoon procureurtje kun je er ook voor gebruiken. Schouderkarbonade waar je het bordje uitsnijdt. Maar ja, als je het kan voorloven, koop een wat beter stukje vlees. Beter voor het dier en beter voor de smaak. Dus hier gaan we mee aan de slag. Ik ga hem even uitpakken. Uit het plastic ziet het er dan zo uit. Maken we het even droog met een stukje keukenpapier. Ja, je kunt gewoon zien, er zit echt heel veel mooi van die kleine vetadertjes in. En dat is echt heel veel smaak, voegt dat toe aan je vlees. Nou, dan kijken we even of er rare stukjes aan zitten. Onregelmatigheden, die snijden we eraf. Die kleine flubbertjes en zo. Als er hele overdreven stukken vet op zitten, dan mag dat er ook af. Dat wordt niet lekker straks, dus dat trimmen we eraf. Nou, kleine randjes vet is niet lekker, dat geeft... straks nog wat smaak af. Ja, zo'n randje als dit, je kan ervoor kiezen om het eraf te halen. Het is een kwestie van je mes eronder steken, de ene kant opzij, dan het vastpakken en dan de andere kant op. Nou, wat we dan gaan doen is plakken snijden. Daar pakken we een groot mes voor en we snijden er... Plakken van pingdikte, zal zijn een centimetertje of zo. Eigenlijk een soort carbonades. En dan heb je uiteindelijk... Allemaal mooie plakjes procureur. En die gaan we in de kruiden zetten. En zoals al eerder gezegd, ik heb mijn eigen nieuwe kruidenmix, Noskos the Greek. En die is ideaal voor gyros. Dus die gaan we vandaag gebruiken. Maar voordat we de kruiden erop doen, doen we eerst een klein beetje plantaardige olie. Zonnebloemolie. Op het vlees, zodat de kruiden lekker plakken. En dat helpt straks ook op de barbecue met dit soort gerechten. Het hoeft niet veel te zijn, gewoon een heel klein laagje. En dan mogen de kruiden erop. Ik heb ze in een kruidenshakertje gedaan. En dat mag best wel een lekkere hoeveelheid zijn. Mijn Griekse kruiden zijn niet zo zout. Dat heb ik speciaal gedaan, omdat als je dit soort gerechten maakt, je heel veel oppervlakte hebt. En je anders een heel zout eindresultaat krijgt. Dus. Als je een andere gyros mix gebruikt, andere gyros kruiden, hou er dan rekening mee. Dan kun je niet zo heel veel kruiden doen, omdat het dan veel te zout wordt.
druk we nog even aan. Dan keren we alles om en dan halen we het. Nou, je kan de zijkantjes nog even door eventueel op de plank gevallen kruiden halen. Dan zit daar ook nog wat. Dat is altijd meegenomen. En dan verspil je niet kruiden die daarnaast gevallen zijn. En nog alles dan mooi in de kruiden staat, kan dit of in een hersluitbare diepvrieszak in de koelkast. Kan het even marineren. Kan het ook in een schaal doen en afdekken. Ik adviseer een plastic zak, want ja, er komt best wel een stevige lucht vanaf. Qua knoflook en zo. Dus andere kwetsbare dingen in je koelkast die gaan er naar ruiken en zo. Dus als je dat goed luchtdicht afsluit, dan heb je daar minder kans op. Hoe lang laten we dit marineren? Nou, zo'n 4 uur is genoeg. Een hele nacht mag ook. Dus daar kan je gewoon rustig omheen plannen. Het luistert allemaal niet zo nauw. Dus ik ga dit inpakken en in de koelkast leggen. En de zakken die ik gebruik zijn van IKEA. Dat zijn hartstikke fijne zakken. Dus als je bij het grote geel-blauwe warenhuis bent, gooi ze in je karretje. Heb je veel plezier van. Vouw de randjes om, dan wordt het hersluitbare randje niet vies. En dan zijn ze zo klaar. Dan gaan ze de koelkast in, komen we over 4 uurtjes terug. Terwijl dat vlees staat te marineren, kunnen we een mooie tzatziki maken. Ik begin daarvoor met een komkommertje even te schillen. Gewoon met de dun schiller. Als die helemaal geschild is, dan snijden we hem in de lengte door. En dan neem je een lepeltje en dan haal je die zaadlijsten eruit. Daar zit heel veel water in en dat maakt je tzatziki waterig. Ja, en dat is natuurlijk zonde, want je wil een lekkere dikke saus hebben. Nou, we mogen de uiteindjes er nog af. En dan gaan we hem raspen. Ik doe het op een grove rasp. Nou, ook hier zit nog heel veel water in. Je kan het in een zeef leggen, wat zout eroverheen doen en het laten uitlekken. Je kan het er ook uitknijpen. En dat gaan wij doen. Daarvoor neem je een schone theedoek. Het liefst een van biefsteak natuurlijk, dat smaakt het nog lekkerder. Daar mag alle komkommer op. Dat knijp je in een bolletje zo. En dat knijp ik even boven de gootsteen uit. En dan is je komkommer helemaal netjes droog. Dan houden we op deze manier een mooie romige tzatziki over. Die niet waterig is van het water van de komkommer. Nou, daar gaat Griekse yoghurt bij. Je kunt ook gewone yoghurt gebruiken, maar die moet je dan even een paar uur uit laten lekken in een theedoek. Een schone theedoek. Want anders is het ook weer te vochtig allemaal. Wat zeezout. Tegenwoordig doe ik ook wat peper erin. En dillen. Ik gebruik gedroogde dillen. Dat heb ik hier voor handen. Als je verse dillen hebt, dan mag dat ook. En dan moet er natuurlijk knoflook in. Ik gebruik een microplane raspje. En een teen knoflook. Dit is niet zo heel veel tzatziki. Dus ik heb ongeveer een half teentje nodig. En die rasp ik dan heel fijn op dit raspje. Links naar alle recepten en zo vind je hieronder in de beschrijving. En daar vind je ook dingen die ik gebruik in de video's. Dus als je denkt van, goh, wat gebruikt Dennis daar? Waar kan ik dat kopen? Dan is er een grote kans dat dat hieronder staat. Zo ongeveer een half teentje verse knoflook heb ik erin geraspt. En dat is echt genoeg voor deze hoeveelheid yoghurt. Anders wordt het veel te scherp. Die verse knoflook die geeft er een beetje pit aan. En ja, dan wordt het gewoon te intens en dan is die niet lekker meer. Dus overdrijf dat vooral niet. Dit mengen we even goed door. Ik
proeven we even of die goed op smaak is. Nou, dat is die wel. Mag er als laatste nog een heel klein beetje olijfolie doorheen. En als je het echt helemaal goed wil doen, doe je er nog een olijfje op als je hem serveert. Zo krijg je hem alle Griekse restaurants en taverna's in Griekenland. Maar ja, dat olijfje is voor de sier en dit gaat vooral om de smaak. Dus. Daar hoef je niet speciaal een hele bak olijven voor aan te schaffen. Doe hier een stukje plastic folie overheen. En dan mag dat ook de koelkast in. Kunnen al die smaken een beetje aan elkaar wennen en dan wordt hij nog mooier van smaak. En dan kom ik weer bij je terug als de barbecue aangaat. Ik gebruik vandaag de Weber Mastertouch Premium. Ik heb eco-braasetjes. Kokosbriquetjes is gewoon het fijnste. En die heb ik voor ongeveer de helft van het rooster gebruikt. Dus ik heb een directe zone, indirecte zone. Als je dit op een kamado doet, dan grill je ze eerst. Daarna gaat de plate zetten erin, kan je het doorgaren. Dus kan je het op die manier doen. Maar vandaag gebruik ik dus de Weber. Dus dit is de opstelling. Dan mag het rooster erin. Dan laten we dat even opwarmen en dan borstelen we het schoon. En dan kan het vlees erop. Nou, de barbecue is mooi op temperatuur. We willen zo'n 175-200 graden hebben. De roostertjes zijn goed schoongebrand. Dan mag het vlees erop. Oh, dit ruikt nu al fantastisch. De hele koelkast is ook vergeven trouwens, van die lucht. Ondanks een Ziploc zak. Zo, doen we de deksel weer dicht. Dan hebben we het even rustig een minuutje of 2-3. En dan keren we ze om. En dat herhalen we totdat ze mooi bruin zijn. Dat lekkere bruine korstje hebben. En totdat ze gaar zijn. Ja, dat gaan we zo meten. Dus voorlopig zijn ze daar nog niet. En mogen ze even rustig bruinen. Ik heb ze nu één keer gedraaid. De kerntemperatuur waarop ze gaar zijn is 72 graden. Maar ja, je kan ze ook wat verder door laten garen als je ze wat zachter wil. Dus dan zetten we ze eerst aan. Ik zorg je voor dat mooie korstje en dan verplaats je ze naar de koelere kant. En dan kan je ze zo nog wat verder door laten garen om ze nog wat zachter te krijgen. In een kamado zou je ze dus indirect wat door laten garen. En dan, dan helpt dat ook. Maar bij 72 zijn ze klaar. Kun je ze in reepjes snijden en op een broodje doen. Zijn ze ook fantastisch. Dat is een optie die... Moet je zelf voor jezelf bepalen. Een keertje mee spelen, kijken wat je zelf lekker vindt. Het is allebei goed. Dus er is niet echt een foute manier, zoals eigenlijk altijd. Ik speel een beetje met het vlees voor de grillstreepjes. Niet echt belangrijk, want straks snijden we het weer in kleine stukjes. En zo gaat het ook allemaal wat egaler door het een beetje te bewegen. Wat we dus echt willen zijn van die lekkere bruine randjes. Dat vet wordt niet lekker zacht, dat gaat straks druipen in het vuur. Geeft ook een beetje smaak af. En dat draagt allemaal bij aan de feestvreugde en een veel betere smaak. Je ziet dat het meer gaat roken. Komt door het vet wat naar beneden druipt in het vuur. Nou, gebruik even mijn thermapen om te meten hoe ver ze zijn. Ze zijn nog lang niet, denk ik, maar nou, dat valt mee. 72 graden. Dus in principe zijn ze gaar. En zou je ze zo kunnen gebruiken. Ik wil dat korstje nog iets verder hebben. Dus ik laat ze nog even gaan. Dit vlees is echt vet genoeg, dus je kan tot 90 graden en dan gebeurt er nog niet... Dan zijn ze nog niet droog of zo, omdat er zoveel vetmarmering in zat en zo. Dus wees daar niet bang voor. Geef het een mooi bruin kleurtje. Daarna schuiven we het opzij. Laten we het rustig doorgaren eventjes. En dan kunnen we ook de broodjes gaan doen. Als je van die mooie korstjes aan hebt, dan mag het allemaal naar de zon waar het wat rustiger gaat. En dan laten we het nog even rustig doorgaren.
kunnen ondertussen die kant nog even schoonmaken. Daar gaan straks de broodjes op. En ja, dan heb je dus al die kruiden erop. En dat zou zonde zijn. Dus maken we dat even schoon. Even met de borstel erover. En een nat doekje. Dan is dat weer netjes. Als je dan zo'n doekje gebruikt, doe dat dan met een tang. Want daar komt gelijk stoom vanaf. En dat is heel erg warm. Dus als je dat gewoon met een handschoen of zo doet, dan is dat niet echt bevorderlijk voor alles. Dan gaan we weer even kijken hoe het ermee staat qua temperatuur. Langzaam naar 80 graden. Sommige zijn al heel zacht. Ja, die zitten al in de 80 allemaal. Zo zijn ze wel gaar. Halen we ze van de barbecue af. En dan snijden we ze in reepjes. Dus even in de lengte door en dan maken we er mooie reepjes van. En die doen we even in een gietijzeren pannetje dat weer op de barbecue kan om ze straks warm te houden, die reepjes. En dan kunnen ze warm blijven terwijl we de broodjes gaan grillen. Nog pannetje op de barbecue, weg van het vuur. Je kan het ook even terugzetten straks als je denkt, goh, het is misschien iets te veel afgekoeld of zo. Maar ja, die gietijzeren pannetjes zijn er ideaal voor. Gaan we naar de pita's. Wat ik doe is altijd even een kant nat maken en die op de barbecue leggen. En tussendoor, als ik ze draai, doe ik dat ook. Dat zorgt ervoor dat de pitaatjes zacht blijven. Anders krijgen we die hele uitgedroogde dingen. Dus even een beetje water erop. En dan kan gelijk de andere kant ook even vochtig gemaakt worden. En hier, ja, laten we mooi goudbruin worden. Nou, hou die pita's goed in de gaten, want dat kan wel eens heel hard gaan. Heb jij nou een andere truc voor je pita broodjes, dan hoor ik dat graag. Dit is in ieder geval mijn manier. En ja, ik heb altijd graag van die zachte pita'tjes. En volgens mij, ja, ik ben eigenlijk nog niks anders tegengekomen om ze zachter te krijgen. Dus als je wat weet, laat het even weten in de reactie hieronder. Je kan ook zien dat deze iets harder gaat. Dus die kan je altijd even omruilen met een van die andere jongens. Nou, als je pitaatjes dan mooi bol gaan staan en een lekker kleurtje krijgen, dan mogen ze er vanaf. En dan gaan we een broodje bouwen. Nou, dat doe je door je pitaatje in te snijden. Dan mag daar een lekkere schep van die tzatziki in en lekker veel vlees. Eventueel nog wat rode uien en dan is dit het eindresultaat. En zo maak je dus de allerlekkerste gyros van de barbecue. Zonder grillspit, hoef je geen accessoires voor te kopen. Grillspit is voor de rest ideaal voor kippetjes en zo hoor, of voor een picanha. Maar ja, voor gyros is het niet mijn favoriete accessoire. Vond je dit nou een leuke video? Heb je wat aan gehad? Vergeet hem dan vooral niet te liken. Wil je meer van mijn video's zien? Of ja, daar komen reviews aan van allerlei andere dingen, alles op barbecuegebied. Abonneer je dan vooral op mijn kanaal. Druk op dat belletje naast die abonneerknop. Dan krijg je van YouTube een melding als er weer een nieuwe video is. Volg op social media. Ik heb het al eerder gezegd. Instagram ben ik voornamelijk actief. Noskos Barbecue. Heb je vragen over dit recept, kun je ze hieronder kwijt. In een reactietje, dan, ja, daar kijk ik meestal wel naar. Heb je uitgebreide vragen of dingen over andere grote barbecue vraagstukken die je 's nachts wakker houden? Dan is er het Barbecue Genootschap. Dat is mijn forum. Er zitten een paar duizend leden. Die zijn allemaal heel erg begaan met barbecuen en die beantwoorden dolgraag je vragen. Dus voor dat soort dingen kun je daar terecht. Nou, was dit het weer voor deze week. Ik zou zeggen tot de volgende.